De Wiegense VVD wil meer beveiligingscamera's ophangen. Vorig jaar kwamen er al camera's bij het station om het aantal fietsendiefstallen terug te brengen. Volgens de VVD heeft het probleem zich nu verplaatst naar het centrum. De partij heeft daarover vragen gesteld aan het college en suggereert zelf twee oplossingen. Beveiligingscamera's in het centrum en een bewaakte fietsenstalling.